Boogschieten komt heel vaak voor bij survivalrun. En als je niet goed genoeg schiet, dan moet je een extra opdracht doen. Dat wil je natuurlijk, koste wat het kost, voorkomen. Dus gebruik deze tips om nooit meer te missen met boogschieten. Allereerst gaan we het hebben over je houding. Deze is erg belangrijk bij boogschieten. Zorg ervoor dat je een kwartslag gedraaid staat van de richting waar je in moet schieten. Het is belangrijk om je core goed aangespannen te houden. Niet naar voren te leunen, ook niet naar achter te leunen, maar gewoon recht te blijven. Je linkerarm strek je, maar niet helemaal. Want anders, als je de pees loslaat, kan die tegen je arm aankomen. En dat doet zeer. Dus hou hem een beetje gebogen. Vervolgens zet je twee vingers onder de pijl. En trek je in een rechte lijn de pijl naar achter. Het ziet er zo uit. Wat ook belangrijk is, is het moment dat je schiet. Dat is niet meer dan het loslaten van deze twee vingers. Verder moet er helemaal niks gebeuren. Het beste is eigenlijk dat je schrikt van het moment dat je loslaat. Maar dat voorkomt dat je enige andere bewegingen aan het maken bent om beter te mikken of om meer kracht mee te geven. Dat is allemaal niet nodig. Je moet alleen die twee vingers loslaten. Het geheim van nooit meer missen met boogschieten ligt in het zogenaamde ankerpunt. Dat is een punt waar je de pijl, als je hem aantrekt, elke keer als je schiet naartoe haalt. Het kan bijvoorbeeld zijn door de groef tussen je duim en je wijsvinger in je kin te leggen. En als je dat elke keer doet met boogschieten, dan is dit heel constant. En dan kun je met je linkerarm mikken. Als je tijdens een run boogschieten tegenkomt, wat is dan het eerste dat je moet pakken? Een pijl of een boog? Denk er eens over na. Het antwoord is een pijl. Vaak moet je wachten op een boog, maar de pijlen liggen er altijd genoeg van. Dus als je aankomt rennen, moet het er ongeveer zo uitzien. Terwijl je aankomt rennen, roep je of je rechts of links handig bent. Dat kan de vrijwilligers erg helpen en dat scheelt weer tijd. Pak zo snel mogelijk een pijl en kijk waar de afwijkende kleur zit op de pijl. Vervolgens pak je de boog erbij, doe je de pijl in de boog, adem je één keer goed in en uit en vervolgens schiet je. Op deze manier pak je net genoeg rust om geconcentreerd te schieten, maar is de kans wel groot dat hij er gewoon ingaat en heb je weinig tijd verspild. Probeer dat eens en oefen daar heel vaak mee en je zult zien dat je vooruit gaat met boogschieten.